Alleen met een uurtje schaatsen of twee uur schaatsen in de week kom je er niet. Uiteindelijke doel: schaatsen op de Plaanzee. Het trotseren van de bittere kou in Oostenrijk gaan een grote groep schaatsers doen onder leiding van toptrainer Ab Krook. Tubantia, De Stentor en RTV Oost organiseren deze schaatsuitdaging, maar eerst moet er toch echt keihard getraind worden. Ik had voor de 200 neergeschreven, ik heb de 130 gedaan en toen ging het lampje uit. We staan bij de kick-off vandaag. Hè. We hebben de kick-off in de route naar de Plaanzee toe. En dat is wel heel iets bijzonders. Nou, uiteindelijk gaan we schaatsen. En schaatsen is toch iets bijzonders, hè? Want we gaan bewegen. En als je plezier in je sport hebt, plezier hebt in je werk, dan kan je heel ver komen. Dat is heel belangrijk. Dat vind je straks op de ijsbaan met elkaar. Allemaal leuk en aardig. Maar we willen eigenlijk gewoon schaatsen. Ik las het in de krant en ik dacht, nou, daar ga ik aan meedoen. Ga je samen met je zus meedoen volgens mij? Ja, dat klopt, maar die komt vanavond niet. Want die is nog op vakantie in Barcelona, maar die wou ook wel meedoen. Ik heb een paar keer Amsterdam gereden dus, en af en toe hier op de ijsbaan in Deventer. In natuurreizen gaan we dus overal toe. Wat dat betreft, gewoon in middelmode. Ik ben geen echte wedstrijder, dus dat helemaal niet. Hoeveel kilometer gaan jullie doen? Nou, ik denk 50. Even, heel belangrijk, hè? Dat we hebben techniek, we hebben basishouding. Hè? Maar als iemand iets anders is, hè, dan moet je daar wel rekening mee houden. Dan kan je niet geforceerd dat veranderen. Dit doet mij eigenlijk aan wat anders denken. Maar goed, dat is ook trainen. Gaat het goed? Ja hoor, we doen ons best. Hè? Hoeveel rondjes heeft u al geschaatst? Vijf of zo, weet ik niet. Vijf, denk ik. Weet het niet precies. Nog veel te gaan. Ja, we zijn net begonnen. Hè? En nog een hele winter te gaan. Prima, goed. Ja, prima. Ja. Wat is de afstand die jullie gaan schaatsen? Wij proberen 150 kilometer. Je moet even weer op gang komen, hè? Dus de eerste keer dat je weer op het ijs staat. Ja, dit is net herfst eigenlijk. Precies, ja. Normaliter fietsen we of skielen we en nu staan we op de ijsbaan. Normaliter schaatsen we toch van 50 kilometer. Dat doen we dan 's ochtends na het gezin even en 's middags ben je weer thuis om je eten te verzorgen. En nu gaan we toch voor de tocht van 100 kilometer. Namens de Twentse krant Tubantia heet ik jullie van alle harte welkom bij deze eerste kliniek op weg naar de Plaanzee 2011. Ik kan vertellen, uit de schaatsport hebben we ooit een keer meegemaakt met een schaatser. En nou rij jij 25 rondjes 29. En daar gaan we nu aan beginnen. En al wordt het vanavond 11 uur, we gaan niet weg voordat je dat gedaan hebt. Nou, dat kwam hard aan. Hij ging het doen en uiteindelijk reed hij heel makkelijk die 25 rondjes van 29 op het hele goede ijs. We hebben vorig jaar helaas ook mee moeten maken. Breuken van heup, pols, sleutelbeen, kneuzingen, schouders, schaaf- en snijwonden. Hoe oud ben jij? 14 jaar. Dan ben je de jongste volgens mij, hè? Ja, klopt. Is het leuk of is het alleen maar heel veel extra aandacht? Nee, ik merk er niet zoveel van. Ik heb vroeger met mijn vader veel geschaatst en zelf ook een schaatsen gedaan en een heel aantal jaren niet. En de laatste twee jaar weer opgepakt. En gelukkig mijn dochter vindt het leuk en dat is ook een extra stimulans. Hoeveel kilometer ga je schaatsen in Oostenrijk? 100 kilometer.
Heb je al wel eens zoveel geschaatst? Nee, nog nooit. Ik vind het wel goed vandaag. Fijn ijs. Ja, heel fijn, heel glad. Heel goed op schaatsen. De jongste is, dacht ik, 14 jaar. En de oudste is, dacht ik, 69. En ze staan zo ver uit elkaar dat je ongeveer je vuist ertussen kan zetten. Je gaat je bekken kantelen en je zakt naar voren toe. En je blijft zo even vaststaan. En je romp is ontspannen. Als ik voor vanavond één tip wil geven, denk ik dat iedereen weet dat schaatsen is bijzonder. Het is ook een bijzondere beweging, want we zijn gewend om te lopen en soms te fietsen. Dus techniek is heel belangrijk. Dus ik zou alle clinic deelnemers willen adviseren om gebruik te maken van de eerste en de tweede, de derde, de vierde clinic om hun techniek te verbeteren. Dus grijp het aan, de mogelijkheden die ze van de instructeurs hier krijgen om je techniek te verbeteren. Dat zou ik, voor iedereen is het heel belangrijk. De rechtervoet sluiten. Toen de groep van de mensen die 200 kilometer voornemen zijn te schaatsen op de Plaanzee. En ja, er zijn mensen bij die al heel wat in hun mars hebben, die ook wel eens 200 kilometer hebben geschaatst. En daar kun je dus wel aan zien. En de anderen die dat nog niet hebben gedaan, die trekken zich daar dan op en die plaatsen er tussenin. Nou, het valt niet mee hoor, zo in het begin. Het voelt nog niet zo heel stabiel allemaal. Maar goed, het is ook maar de eerste keer. Hè. Het komt allemaal goed. Nou, dit is een mooie gelegenheid om nou ja, goed begeleid en goed verzorgd zo'n schaars evenement mee te maken. Ja, gewoon lekker leuk om te doen. Gewoon ja, iets neerzetten. Gewoon lekker leuk. Nou, het lijkt me gewoon een leuk project voor in de winter om eens te schaatsen. Ik ben eigenlijk zeilen, alleen dat lukt dus niet in de winter. Dus ik ben gek op water, dus ja, dan moet ik me aanpassen aan omstandigheden. Daarom wil ik op het ijs gaan schaatsen. Ik heb vorig jaar ook weer gedaan en nou, ik wil wel graag nog een keer laten zien dat ik zo'n tocht aan kan. Omdat het leuk is om te schaatsen daar. Ja. Mijn zus deed vorig jaar mee en toen moest ik dit jaar van haar ook meedoen. Dus ik ben aan de beurt. You don't know what I've...